Hallo, hallo, hier is zit Anne met de orakelthemakaart van week 1. En het is een beetje gek om week 1 te zeggen, omdat het nog steeds 2018 is. Het is de laatste dag van 2018, 31 december. En ik hoop dat je een hele, hele, hele fijne kerst hebt gehad. Dat je dat hebt samengebracht. Dat je dat hebt samengebracht, is dat een woord? Nou ja, dat je dat samen hebt doorgebracht met de mensen van wie je houdt. En ik doe deze video al over voor de tweede keer. Er zou een pakje bezorgd worden over een uur. En er werd nu net aangebeld. Dus dwars door een healing heen, meditatie, ging de deurbel. Dus ik heb de video maar verwijderd en ik doe deze video nog een keer opnieuw. Dat betekent dat ik de kaarten al getrokken heb. En ja, dat ik het toch bij deze kaarten wil houden, want ik denk daar zal wel een reden voor zijn dat het deze twee kaarten zijn. Ik heb vorige week, of in de vorige video had ik Kimberly Maroney gebruikt, een engelenkaartenset. En dat gebruik ik nu ook deze keer weer. Dat is engelenliefde. En ik heb, nou ja, ik had dus de kaarten al geschud en er waren twee heftige kaarten uitgekomen. En ik had dus al een muziekje uitgezocht. Omdat ik dacht van nou, hè, laatste dag van het jaar, dat gaan sluiten we af met deze muziek. En toen trok ik twee hele bijzondere kaarten. Waarbij de muziek die ik van tevoren uit had gekozen helemaal 0% meer paste. Dus in de video die nu verwijderd is en die bestaat helemaal niet meer. Zie je me zo van, oh jee, wat moet ik nu doen? Ik weet dat het een opgenomen video is, maar je ziet me nu live een nieuw muzieknummer zoeken. Deze video gaat het wat rustiger, want de kaarten zijn er al. En ik zeg ja, kaarten, want er vielen inderdaad twee kaarten vielen eruit. En ja, het is best wel, ja, best wel mooie kaarten. Ik heb net al dus de healing al gedaan. En daar ga ik straks nog een keer in. Dus blijkbaar moest ik twee keer deze healing doen. Dat is nummer 8, diepte. En dat is best wel een pittig kaartje. En kwetsbaarheid, nummer 4. Dus dat zijn best wel wat dingetjes van, goh, hoe sta je daarin? Ik wilde eigenlijk, ik was van plan een heel licht, luchtige orakelthemakaart te doen. Zo de laatste dag van het jaar. Zo van, hè, we gaan feest vieren vanavond oud en nieuw. En nu komen diepte en kwetsbaarheid komen tevoorschijn. Ik denk, dat zal wel een reden hebben. Dus we gaan niet helemaal de diepte in, want dan heb ik het idee dat ik een workshop moet geven of een webinar moet geven. En dit is natuurlijk toch een beetje een lichtluchtige orakelthemakaart. Maar we gaan zo meteen de healing in en we gaan kijken wat er mag gebeuren met diepte en met kwetsbaarheid. Dus pak maar de muziek die ik bij deze kaarten heb uitgezocht. En pak je iPad, je iPod, je whatever. En doe lekker je dopjes in je oren als je daar behoefte aan hebt. Of zet het gewoon op de achtergrond aan. En dan gaan we de engel van diepte aanroepen en de engel van kwetsbaarheid aanroepen. En dan gaan we gewoon kijken wat daar mag gebeuren. Oké. Nou, adem maar eventjes heel diep in door je neus. En uit door je mond. In door je neus. En uit door je mond. In door je neus. En uit door je mond. Lieve engel van diepte en lieve engel van kwetsbaarheid. Aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Verbind uw energie met de mijne. Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling. Alle betrokken partijen. Zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Nou, we houden het licht en luchtig tijdens deze kerstvakantie. Laatste dag van het jaar. De lieve engel van kwetsbaarheid. Je hebt ongetwijfeld iets te vertellen. Want ik heb jouw kaart tevoorschijn getoverd. En jij bent ook omnipresent. Dat betekent dat jij hier, daar, overal tegelijkertijd aanwezig kunt zijn. En kun jij alsjeblieft bij ieder van ons die deze video bekijkt,
licht schijnen op onze meest huidige, meest kwetsbare kwetsbaarheid. Toon mij duidelijk op welk gebied of op welke gebieden ik momenteel in mijn leven nog kwetsbaar ben. We houden het licht en luchtig aan. Alleen maar kijken wat op dit moment een vorm van kwetsbaarheid is, waar nu tijdens deze korte healing meditatie iets aan gedaan kan worden. Waarin ben ik nog kwetsbaar? Lieve engel van kwetsbaarheid, dank je wel dat je mij helpt om mijn kwetsbaarheid te laten zien. Dank je wel ook dat je de scherpe randjes van deze kwetsbaarheid afhaalt, zodat ik me veilig voel, dat ik veilig ben, dat ik me gesterkt voel en gesteund voel. Lieve engel van diepte, dit is slechts een korte video, maar ik weet dat jij me kunt begeleiden om de diepste diepte van mijn diepte te ontdekken. Dat laten we voor nu even achterwege, want ik wil het graag licht en luchtig houden. Maar misschien kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten op wat voor mij nog diep zou kunnen zijn. Compleet vrij van drama, van chaos. Alleen maar eventjes een klein tipje van de sluier oplichten. Van wat zou voor mij diep kunnen zijn? En mocht die diepte tijdens deze healing meditatie minder diep gemaakt kunnen worden, dan staan we daarvoor open. Heeft diepte misschien iets te maken met het verkrijgen van meer diepgang? Hoe staat het met onze diepgang, met ons bewustzijn? Kunnen we diep gaan? Om diepgaand te zijn. Lieve engel van kwetsbaarheid en lieve engel van diepte, hebben jullie nog een boodschap voor ons? Spreek alsjeblieft duidelijk om de beurt, zodat we jullie apart kunnen horen. Eerst graag de engel van kwetsbaarheid en daarna de engel van diepte. Wat, mocht het zo zijn, is jullie boodschap voor ons?
horen van de engel een diepte. Diep ademhalen. Dus vandaar als je me hoort ademhalen, dan was het dat wat ik aan het doen was. En de engel van kwetsbaarheid zegt: je bent enkel en alleen kwetsbaar wanneer je je oren laat hangen naar de mening van een ander. Wanneer je helemaal in jezelf komt, bij jezelf komt, dan ben je ongenaakbaar. We zijn kwetsbaar in de relatie tot anderen. En de beste relatie die je kunt hebben is die between you and yourself and between you and divine. Bedankt de engel van kwetsbaarheid. Bedankt de engel van diepte. Adem in door je neus. En uit door je mond. In door je neus. Uit door je mond. In door je neus. En uit door je mond. En kom helemaal terug. In het hier en nu. Misschien moet je even geeuwen. Ik was even mijn oordopjes uit. Drink eventjes lekker wat water. Kom helemaal terug in het hier en nu. En ga langzamerhand eens navoelen, nadenken wat jij in 2019 wilt ontwikkelen, wat je neer wilt zetten. Morgen begint er een nieuw jaar, begint er een nieuwe maand. En dan gaan we ook weer opnieuw beginnen in de VIP-groep. Of tenminste, we gaan door in de VIP-groep. En iedere maand hebben wij in de VIP-groep een thema. En in januari is dat hashtag een nieuw begin. Allemaal tips en trucs om opnieuw te beginnen. Misschien met voornemens, misschien vrij van voornemens. De VIP-groep, als je snel onwijs wil groeien op spiritueel gebied, is de VIP-groep de plek to be. Echt, it's the place to be. En dat zeg ik niet omdat ik hem leid, maar gewoon omdat het een selecte groep is van mensen die onwijs hard willen groeien, die heel spiritueel willen groeien. De energie in de VIP-groep is heel anders dan in deze groep, dan in passief voel en bewust. In de VIP-groep heb je echt mensen die bereid zijn om het onderste boven te halen. Inderdaad, de diepte in te gaan om kwetsbaarheid te tonen. Om zo spiritueel te groeien. Dus als je één voornemen hebt om spiritueel te groeien, denk dan eens aan de VIP-groep. Je kunt morgen rustig instromen. En ik zou zeggen, hou je heel rustig voor de rest van de dag. Het is een lange avond, zeker als je opblijft tot na middernacht. Doe voorzichtig met de oliebollen. En ondersteun je gal en je lever een beetje. Met name je gal als je hele vette oliebollen gaat eten. En, ik wilde nog wat zeggen, maar ik denk, laat maar zitten. Ik zou zeggen, ga heerlijk genieten van deze laatste dag van 2018. Ik zie je heel graag terug in 2019. Zorg ontzettend goed voor jezelf. Vandaag, maar ook in heel 2019. Neem contact met me op wanneer ik je kan helpen op je spirituele pad. Daarvoor ben ik spiritueel coach. En ik hou van je. Er wordt van je gehouden. En ik zie je volgend jaar. Doei doei!